Elke week bezoek ik iemand die gesteund wordt door alle spelers van de Nationale Loterij. En vandaag ontmoet ik Marit, een topsporter die droomt van een gouden medaille. Hallo. Amai, dat gaat nogal een gang. Ja. Dit is baanwielrennen zeker? Ja. Dus dat is anders dan op de weg? Baanwielrennen is eigenlijk meer een beetje technisch en komt er natuurlijk ook veel tactiek bij te kijken. Je hebt de vele verschillende disciplines. En het is natuurlijk ook op een houten ovaal, wat op de weg niet zo is. Maar daar ben jij ook al geweest. Ja, dat is dan meestal voor de baanronde. Nee, het gaat niet. Het gaat niet. Oké, dus normaal een snel rondje, Marit. Hoeveel gelijk seconden of zo zou dat moeten zijn? Mijn snelste in wedstrijd, mijn persoonlijk record, is 11 seconden en 8. Ik ga klaarstaan. $12,85. Ik heb, Marit, $12,85. Dat is wel oké voor een training, denk ja, ik. Ja, dat ik ben daar content mee. Ja, het is echt topsport eigenlijk. Hè? Ja, maar dat is echt volle bak. Hoe lang doe jij dat al? Eigenlijk koers ik al 11 jaar. Nu is het mijn 11e seizoen. Ik ben begonnen op mijn 7, 8 jaar, eigenlijk vanaf dat het kon. Dat is eigenlijk een beetje gekomen door mijn papa. Die was eigenlijk wielertoerist in een groep. En die ging op elke zondag of in de week een keer met zijn fiets gaan rijden. En zo is dat ook een beetje bij mij binnengekomen. En we daar een beetje proberen in te tonen. En soms is dat ook wel eens gelukt. Dan heb ik wel een keer een koersje kunnen winnen bij de jongens. Dus dat is ook wel leuk. Echt? Ja. Oh, mega cool. Zeg, en zijn er toffe jongens in het wielrennen? Ja, natuurlijk. Mijn vriend is ook wielrenner. Dus dat is wel mooi. Ook topsporter, heeft ook hier aan de topsportschool gezeten. Dus dat is natuurlijk wel leuk om die passie samen te delen en samen te gaan trainen. En zo. Je hebt je goesting al gevonden. Ja, ja, dat is een beetje mijn levensstijl, om het zo te zeggen. Zonder Marit is er geen fiets en zonder fietsen is er geen Marit. Dus. Hoe word jij dan ondersteund? Momenteel word ik vanuit de topsportschool begeleid om eigenlijk gezond te groeien in de koers. En dan ook natuurlijk via het Be Gold project. Dat wordt gesteund vanuit de Nationale Loterij. Om ons eigenlijk op te leiden tot future Olympians. En dan misschien ooit de Olympische Spelen mooie dingen te laten zien. Dus jij droomt van de Olympische Spelen? Ja. Ik denk zoals velen, maar het is voor weinigen krijgen de kans. Dus het is heel mooi al als je er naartoe kan gaan. En als je dan nog eens een medaille kan halen, dan vergeet je al de trainingen en het lastige werk dat je ervoor hebt moeten doen. Oké. Dus ik zie u binnen 3 jaar in Parijs. Ik hoop van wel. En dat is ook waar we over werken natuurlijk. Dus. Ja. We gaan daarvoor duimen, hè? Ah ja.